Ja, lieve mensen, vandaag weer fijn verbonden met onze podcast-video. We hebben daar een hele bijzondere gast, Leni van Torenburg, u allen natuurlijk bekend. De nautisch-technisch deskundige in de scheepvaart, maar daar ga ik daar een heel gesprek over hebben. Allereerst, u ziet hier iets staan, hè? En het is de Cor Overkampen Award. Gisteren werd ik met een truc, blijkbaar achteraf, uitgenodigd om bij de opening van de kermis met alle exploitanten in Os aanwezig te zijn. Nou, ik had wat ruimte, dus ik dacht, waarom zou ik niet gaan? Dus ik ben er naartoe gegaan. Maar ik was van plan om niet zo lang te blijven, want ja, ik heb toch al een redelijk strak programma. Maar door onvoorziene omstandigheden ben ik toch iets langer gebleven dan gepland. En toen werd deze award werd aangeboden, en ik weet dat dat elk jaar gebeurt. Maar niet wetend dat ik hem zou krijgen. Nou, daar sta je echt verbaasd, hè? Bij al die kermisexploitanten, het gemeentebestuur, de kermiscommissie en al die lieve mensen, word je dan eens in het zonnetje gezegd. Nou, ik bedoel, dan ben je even sprakeloos. Dat gebeurt bij mij niet zo vaak, maar het is wel gebeurd. Ik ben er heel trots op. Het is iets prachtigs, hè? Het is een woord die bestaat al zo'n jaar of 10, 12. En ja, ik ben er ook heel zuinig op natuurlijk, hè? Ik heb wel begrepen dat ik hem na een jaar weer moet inleveren, dat ik dan een kleintje krijg. Had die dan doorgegeven wordt. En ze hebben er een heel verhaal van gemaakt waarom ze hem gegeven hebben. Nou ja, dat is best aardig in ieder geval. Maar in ieder geval, ik ben altijd blij dat ik nog iets voor de kermis, binnenvaart en circus mag betekenen. Dat we nog steeds de power hebben om steeds in het offensief natuurlijk aan de slag te gaan. Niet achteroverleunen, maar aan de slag. En zeker op deze dag van vandaag, want dat zal een aantal mensen aanspreken. En ik pak een lucifertje uit mijn doosje. En dat is omdat het dag 15 augustus is. En misschien gaan bij de oudere mensen gaat een belletje rinkelen. 15 augustus, dan is het feest van Maria ten Hemelopneming. Dat betekent dat Maria is overleden, is naar het land van God gegaan, naar het eeuwig, het licht. En zij is voor heel veel mensen een voorspreker. Voorspreekster. Ik ga een kaarsje aansteken. Als het allemaal lukt natuurlijk, hè, want het is een heel piezeklein lontje aan. Ja. Nou, dat is geen succes, maar we gaan het even proberen. Ja, kaarsje aansteken, dat is een kunst hoor. Maar het lukt me wel met een tweede lucifer. Lucifer, hupsakee. Ja, nou, hupsakee. Nou, hij brandt en hij wordt groter. En we hopen in ieder geval dat Maria ons werk mag steunen en sterken. Dat we ons naar haar mogen laten inspireren om er voor de mensen te zijn. En verantwoordelijkheid te nemen om er ook echt voor mensen te zijn. Het vlammetje dat gaat heel langzaam. Maar hij brandt toch, hè? Is dat ding weer uit? Het is een kaarsje uit Lourdes. Maar misschien dat het toch niet gezegend is. Ja, je weet het alweer toch niet, hè? Het heeft natuurlijk een lange reis gemaakt, maar de drie keer. En dat is de laatste keer. En anders moeten we maar... Dan heb ik nog zo'n slechte lucifer. Dat is ook niet Chinees of zoiets. Nou. Ja, Leni, je kijkt natuurlijk met volle aandacht, hè? Ja, nou, hé. Nou, hij gaat het niet doen. Nou, dan brandt het kaarsje denkbeeldig. En ik vind het altijd goed waar een kaarsje aangestoken wordt. Dat heb ik geleerd in het ziekenhuis in Utrecht. Daar vraagt iemand aandacht. En heel vaak, ik heb het u al meer verteld, bij heiligdommen van Maria. Dan staat het gebed, lieve moeder Maria, nu ik in mijn nood tot u kom, mijn nood, hè. Nou, kom ook hier bij Maria als het goed gaat, als het feest is, als een sleur van alle dag. Heel belangrijk, want een moeder die roep je ook niet alleen maar als de ellende is. Nee, maar ook als het feest is. Daarom heel goed om dat ook met elkaar te vieren. Ja, dan zijn de voorbereidingen alweer op de internaten aan de gang. Het schooljaar gaat weer beginnen.
kort weer een heel nieuw jaar wordt er gestart. Ik wens de groepsleiding, de directie en vooral de ouders en de kinderen heel veel succes. Ik hoop dat ze dit internaat ook als thuisbasis mogen ervaren om natuurlijk op school natuurlijk hun best te doen, hun kwaliteit te ontwikkelen. Want we hebben mensen nodig die hun mannetje en hun vrouwtje staan natuurlijk op allerlei vlakjes natuurlijk. Hè? En die weten van ik sta ervoor en mijn talenten die wil ik uitstralen en dan wil ik tot zegen zijn. Ja, het is de laatste tijd een beetje warm geweest. Ik kan me voorstellen dat je er wel last van hebt. Maar ik merk steeds meer dat heel veel mensen, die hebben een airco. Nou, wij ook hier aan boord. Maar anderzijds is het ook wel eens prettig om gewoon eens even in de buitenlucht te zijn. Dus doe je niet te veel te wennen aan de airco. Maar het is nu weer redelijk de temperatuur. Het is momenteel 3, 24 graden. Dat is de moeite waard. Dan heb ik, en dan heb ik een sprongetje dadelijk naar Leni toe. Er is natuurlijk wel heel wat gebeurd door mensen aan de wal die lekker zijn gezwemmen in de rivier. Of heerlijk van de brug afspringen, die jongeren. Hè? Fantastisch. Nou, we hebben in de krant kunnen lezen hè, dat er weer toch een aantal jongeren verdronken zijn. En het is omdat ze eigenlijk ja, de kwaliteit of het gevaar van het water niet kennen. En nu was ik in Duitsland en dan was ik ook bij zo'n gevaargebied. En in Nederland gaan ze nu een bord neerzetten, hè, verboden te zwemmen, weet ik wat. Maar daar hadden ze allemaal icoontjes staan. En die icoontjes, dat is natuurlijk meer spraker, meer talig. Dus wel duidelijk. Ik hoop dat dat misschien een plekje mag krijgen langs de rivier waar het nodig is. En ook natuurlijk ja, bij de bruggen. Het moet eigenlijk niet nodig zijn, maar het blijkt wel. Want er zijn toch gevaarcodes. Eergisteren iemand die was van de brug afgesprongen. Het water was ondiep, nou ja, en dan weet je wat de consequenties zijn. Dan is er een dwarslezen, is dan het resultaat. Dat zou doodzonde zijn. Dus preventief, en ook ouders, waarschuw uw kinderen om voorzichtig te zijn. Kijk, vroeger bij die sleepschepen, ja, dan hadden die schippers er wel een beetje de pest in. Maar dat was dan toch iets anders. Maar nu met dat motorvermogen, het zuigt allemaal. En ja, zeker bij zo'n rivier, het neer overal, voorzichtig. Misschien kom ik een beetje laat, maar ik werd geprikkeld door die artikel in de krant die ik gelezen heb. Denk ja, het is toch triest dat er mensen bij moeten overlijden. Dan als laatste, voordat ik naar Leni overga, dat is dat ik afgelopen zaterdag een gesprek heb gehad met bisschop De Korte. Hij kende mij wel, maar hij kende het werk niet. Ik heb hem uitgenodigd om eerst te komen, kijken, zodat ze ook dat veld weten te bekijken. En ik heb ook met bisschop van der Hende gesproken, Hans van der Hende, want wij zijn natuurlijk onze referent, die is overleden. Dus er moet een nieuwe referent komen. Dat betekent iemand die ons in de bisschoppenconferentie vertegenwoordigt. En ik heb gevraagd, zorg nu dat Rotterdam de plaats is waar de bisschop de referent wordt. Hè. Dat is begrijpelijk voor die binnenvaart, dat is het centrale punt. En daar volgt de kermis en serie volgt eraan vast. Maar ik vind het belangrijk voor Rotterdam. Nou, hij zou het meenemen. En ik ga natuurlijk daar volgende week ga ik hem erover bellen om een afspraakje met hem te maken. Dat ik ook weet wanneer het erin gebracht wordt. Want er moet een beetje vaart aangezet worden. Nou, even vanuit het water. Ja, ik heb nu Leni Torenburg hebben we in beeld. En ja, wie Leni niet kent, ja, die moet of een spek geven of hij moet zijn geheugen moeten controleren. Leni, wat doe je eigenlijk allemaal, Leni? Nou, dat vind ik altijd de meest moeilijke vraag die er is. Maar heerlijk, ik zou eigenlijk daar begin ik ook mee. Ja, ik zou graag eerst even willen beginnen met je te feliciteren met je award. En ik begrijp dat ik een historisch moment heb gemist, want je bent sprakeloos geweest. Dat had ik wel graag meegemaakt. Dus ja, dat is me niet gegeven. Deze, maar wat doe ik allemaal? Nou, ik werk ruim 31 jaar bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. 31 jaar al? 31 jaar. Zo, je ziet er nog, je ziet er nog zo jong uit. Ja, het is nu september, dus het is nog geen september, maar dan is het 32 jaar. Dus dan weet je dat. Ja, ik doe eigenlijk alles wat met nautische technische dingen te maken heeft van een tonnetje en een boeitje tot aan bijvoorbeeld het project Julianekanaal, niet ja. I say more. Ja, dat Julianekanaal is een probleem. Hè? Ik bedoel, technisch en nautisch, het is technisch een probleem voor de technische mensen, maar nautisch voor de binnenvaart, wat heeft er niet andere consequenties? Nou ja, natuurlijk heeft het consequenties. Hè? Natuurlijk moet de binnenvaart omvaren en dat is heel vervelend en dat duurt lang en het duurt waarschijnlijk
veel te lang. Dat is ook zo en het kost geld, absoluut. Maar het wordt ook gedaan om het kanaal te verbreden. Hè, dat is de afronding van de verbreding van het kanaal. En ik ben op 28 maart jongstleden bij het gesprek met de minister geweest. De minister heeft in ieder geval, dat was in dit geval Mark Harpers nog, de minister heeft in ieder geval toegezegd er alles aan te zullen doen om de doorlooptijd zoveel mogelijk te verkorten. Daar houden we hem aan. En je weet, hè, de nieuwe minister neemt het beleid van de oude minister over. Dus dat is dan jammer, maar dat geldt ook voor deze minister. En ja, voor de rest is het natuurlijk ontzettend vervelend dat ook die Kreekraksluizen in dezelfde periode is geschremd. Want de Kreekrak, de Oostkolk, is nu geschremd tot 27 september. Ja, ik krijg elke dag een wachttijden gemonitord en die variëren van tussen de 1 en de 9 uur. Aan de andere kant, ik sprak gisteren een schipper en die zei, oh, is het maar 9 uur? Oh, nou ja, dan valt het wel mee, dan waar ik niet om. Dus ja, ik kan dat ook dan niet zo goed inschatten, zo'n reactie. Ik weet niet of die schipper er heel vaak kwam, misschien niet, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, hij was er niet van geschrokken. Maar wij hebben daar natuurlijk aan de voorkant wel van gezegd, ja, eigenlijk zou dit wel naar voren gehaald moeten worden of naar achteren moeten worden geschoven. Maar ja, dat is natuurlijk ook het gebrek aan het feit dat er heel veel achterstallig onderhoud is. En ook die hijskabels van de Oostpolder, die moeten echt vervangen worden. Want ja, als die kapot gaan, dan zijn we eigenlijk nog veel verder van huis natuurlijk. Want dan zou het nog veel langer gaan duren tot 27 september. Dus ja. Ik begrijp, Leni, dat er heel wat achterstallig onderhoud is. Maar dat Julianenkanaal, dat is natuurlijk om het kanaal te verbreden en toegang te geven tot grotere schepen. Ja. En ik las in de Schuttevaar dat we snakken naar kleinere schepen. Ja, en dan denk ik, ja, moet nu alles, en ik fantastisch als de economie voortgaat en dat soort dingen, maar moet dat allemaal dat het vergroot, verbreed en verhoogd wordt? Ik bedoel, is dat nou noodzakelijk? Ja, dat is natuurlijk een keuze, hè? En het is inderdaad de vooruitgang. En de vooruitgang kun je niet tegenhouden, moet je ook niet willen. Aan de andere kant, de verbreding van het Julianenkanaal is natuurlijk een jaar of 7, 8 geleden al ingezet. Okay. En dient nu nog kleine 4 kilometer te worden verbreed. Dan kan je ook niet zeggen van, nou, weet je, stop er maar mee, want we doen er eigenlijk niks mee en misschien kun je het geld beter ergens anders gebruiken. Ja, dat is natuurlijk een enorme kapitaalvernietiging, dus die laatste kilometers, die moeten ook gewoon. En we hadden natuurlijk heel graag gezien dat het gedaan werd in de natte, zoals wij dat noemen. Maar je weet, de hele zaak, de bouwkuip is ergens in, ik weet niet precies de datum uit mijn hoofd, maar die is natuurlijk ingestort. Dat was niet de allereerste gelezen, keer. Ja. Er zijn echt mensen ternauwernood aan de dood ontsnapt. En ja, ik begrijp dan ook wel weer dat de Rijkswaterstaat dat het risico niet opnieuw wil gaan lopen. En dan kun je zeggen, ja, en in Antwerpen dan, daar doen ze het wel, hè, bij de Oosterweelverbinding. Ja, dat klopt. Maar ja, daar ziet de bodemconstructie er weer heel anders uit. En ja, dat hangt van allerlei andere technische aspecten af. Kan ik niet zo goed over oordelen, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ja, ik kan wel begrijpen dat het nu op deze manier gebeurt. Maar ik heb natuurlijk al minst begrip voor het feit dat het zo lang gaat duren. Tot hoe lang gaat het duren, wel, Leni? Tot hoe lang gaat het duren? Nou ja, kijk. Het is natuurlijk flink naar voren gehaald. Want ze zouden 1 oktober beginnen. Nou, ze zijn 12 augustus begonnen. Waarom hebben ze dat gedaan? Om de doorlooptijd te gaan bekorten. Ja, ik kan daar nog niet een precieze einddatum van geven. Ik geloof dat in het scheepvaartbericht 1 juli staat. Nou, ik denk dat het misschien dat is wel heel erg aan de ruime kant, volgens mij. Ik heb me ook laten vertellen, de aannemer die had zoiets als de blaadjes aan de boom. Dan zal het wel ver gereed zijn. Maar ik denk dat we daar over een week of 4 tot 6 pas echt iets over kunnen zeggen als het hele kanaal droog staat. Als echt de bodemstructuur volledig bekend is, want het kanaal wordt in 3 tranches verbreed. En de eerste 2 delen, dat zijn de verste delen, niet aan de kant van Sluisborden. Sluisbordenkant wordt daarna gedaan. Tenminste, als bij die eerste 2 delen blijkt, want die moeten ze kunnen doen, is de inschatting in 100 werkbare dagen. Maar ja, wat is een werkbare dag? Daar kom ik zo even op terug.
En als de bodemgesteldheid ongeveer gelijk is aan die eerste twee delen, dan zal dat ook gebeuren binnen diezelfde 100 werkbare dagen. Begrijp ik, begrijp ik. Ja, en wat zijn werkbare dagen? Hè? Wij hebben natuurlijk gezegd van ja, als u zegt een dag heeft 24 uur. Ja, maar 24 uur kan de aannemer natuurlijk goed werken. Het wordt overigens uitgevoerd door een combinatie van drie aannemers. Dus Ja. er wordt wel met voortvarendheid aangewerkt. En ja, ook zo'n aannemer heeft natuurlijk te maken met een capaciteit. Capaciteit houdt een keer op. En met personeel. Personeelproblematiek die kennen wij in de binnenvaart natuurlijk ook. Dus ja, wij blijven natuurlijk wel overal drukken en pushen en op allerlei belletjes toetsen om te zorgen dat de doorlooptijd zoveel mogelijk wordt gekort. Ja. Ik heb goede hoop dat dat uiteindelijk wel gaat doen. Ja. Leni, ik kan niet zeggen wanneer, dat kan ik niet echt. Leni, zal het nog een effect hebben op de verandering van vervoersmodaliteit? Dat mensen nu gaan zeggen, bedrijven, ja, het is nu een aantal maanden, is geschreven uit de relatie. We gaan het toch over de weg of over het spoor gaan wij dingen meer regelen. Dat zal toch wel consequenties hebben, denk ik, hè? Ja, en dat moeten we vooral natuurlijk niet willen, hè? Want ook de overheid promoot model shift. En daarvan hebben wij ook heel duidelijk gezegd, ja luister, het kan niet zo zijn dat het een reverse, een omgekeerde model shift tot gevolg heeft. Ja. Persoonlijk ben ik daar niet zo heel bang voor. En kijk, ja, ik ben ook maar een profeet die brood eet, hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar als ik nou kijk wat er ook op de weg gebeurt, op de weg is het natuurlijk ook enorm druk. Vrachtwagens op korte termijn gaan vinden. Vrij korte termijn, hè? Want ik bedoel, het is nog niet zo heel lang dat het opgesloten is dat het 12 augustus zou gaan gebeuren in plaats van 1 oktober. En de A59 gaat op de schop. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook een eventuele route waar de industrie dan gebruik van zou gaan maken. Dus ja, op zich, en laten we ook eerlijk zijn, het spoor vervoert maar 5% van het transport. Dus neem maar 5% van het transport voor haar rekening. Dus ik ben daar niet zo heel bang voor. Maar ja, dat is natuurlijk wel een vrees die wij hebben. En die wij ook meer dan eens hebben geuit. En daar zullen we ook heel alert op zijn. En, ja, dat moeten we echt uit alle macht zien te voorkomen. Want het vervoer over water is natuurlijk toch nog wel de meest groene variant. En klopt. Ja, de meeste variant die just-in-time vervoert. Hè? Het hoeft niet allemaal snel, 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 maar wel just-in-time. Nee. Zit er nog een compensatie, laat ik zo zeggen, de schippers, hoeveel kilometer moeten die omvaren op de plaats? Gemiddeld ongeveer 257 kilometer en dat is heen, vertaald alleen in... heen? Sorry? Alleen heen, of ook heen en terug? Ja. Dus dat is een gemiddelde van 2 dagen meer extra vaart. Nou is het natuurlijk zo dat de binnenvaart die in de huur vaart, die heeft daar niet heel veel reden van. Hè? Want of je nou 5 dagen of 7 dagen over een reis doet, als je financiën daar in gelijk blijven, dan is dat niet echt heel erg veel schade. Natuurlijk wel voor degene die het moet. Die het aan de andere kant, die zorgt dat de lading in het schip komt, zou ik maar zeggen. Ja. Ja, en er is natuurlijk een nadeelcompensatiemaatregel. Die nadeelcompensatiemaatregel die zegt dat er altijd 6 tot 8% voor je eigen rekening komt. Dat is een bagatel. En de minister die is bereid om die nadeelmaatregel ruimhartig toe te passen. Wat betekent dat? Ruimhartig toepassen van die maatregel is dat het percentage van die bagatel op een nader te bepalen percentage naar beneden gebracht kan worden. En nou weet ik niet of dat al in de krant staat, maar volgens mij wel, de minister heeft gezegd dat hij dat zal doen en dat hij dat zal doen op 2%. Dus dat betekent dat 2% van de schade dan wordt gezien als all in the game, hè? Een risico op het vak, zou ik maar zeggen. En dat de overige schade kan worden geclaimd via de nadeelcompensatie. Oké. En de directeur-generaal heeft tijdens het bestuurlijk overleg ook aangegeven
dat er ook hulp is voor het toepassen van nauwe Maar er is blijkbaar goede communicatie tussen jullie en de overheid. Er is een hele goede communicatie. Ook met de provincie, of is dat nog een schakel ertussen? Nee, het is Rijkswaterstaat. We hebben alleen maar met Rijkswaterstaat te maken. Er zijn van begin af aan dat besluit is genomen dat of eigenlijk al eerder geweest in een werkgroep. Nico Evens zit in de werkgroep. Ik zit ook in de werkgroep. Daar zitten mensen van Rijkswaterstaat in. Daar zitten alle belanghebbende partijen in. Gemeentes, bedrijven, et cetera. Daarnaast, die komen één keer de 14 dagen bij elkaar. Nu ook nog steeds. Daarnaast is er een bestuurlijk overleg. Waar ik alleen in zit namens Koninklijk Binnenvaart Nederland. En daar wordt eigenlijk niet de werkzaamheden van de werkgroep dunnetjes overgedaan. Maar worden wel de besluiten genomen. Die voortvloeiende zijn voorbereid uit de werkgroep. Oké. En dat bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door de DG. Nou, het is dan bij elkaar een hele klus om vooral die communicatielijn goed open te houden. En te informeren naar de scheepvaart, naar de schipper zelf. Ja, de schipper moet zelf natuurlijk ook inventief zijn natuurlijk om te denken, oké, dan ga ik het anders doen. Hij is ook ondernemer, dus die zal ook een wegen moeten bewandelen. Maar ik vind het heel goed dat je zegt, nou, we hebben een goed overleg. Het is noodzakelijk. Het is een project van 8 jaar. En we kunnen niet zeggen, we gooien dat maar even buiten boord. Hè? Dan blijft het helemaal. En dat je erachter staat. En ik ben ook natuurlijk, als dat 8 jaar geleden is ingedaan, moeten we het ook doorzetten. En het is ook natuurlijk een goede bereikbaarheid. Weer een positieve boost voor de schepen natuurlijk. Ik heb gisteren nog even gesproken. Volgende week gaat de HISWA beginnen. En dan komt alles van de pleziervaart weer aan de orde. Ik ga de volgende keer denk ik toch praten over het belang van. En dat vond ik heel goed wat je gisteren zei. Van het marifooncertificaat. Dat vind ik heel belangrijk. Kun je er iets over vertellen? Want ik vond heel belangrijk dat men een vaarbewijs heeft. En je zei heel duidelijk. De meeste mensen hebben een vaarbewijs. Dat vond ik een hele goede opmerking. Maar die marifoon, dat was een veel groter probleem. Daar heb ik nooit aan gedacht. Ja, weet je, in een aantal jaren geleden, ik ben inmiddels denk ik ruim 12, 13 jaar lid van de stuurgroep Varen doe je samen. En toen ik daarin kwam, toen had ik ook zoiets van, moet ik even zorgen dat al hier die recreanten krijgen, want iedereen roept een hele binnenvaart moeten. Er moet een vaarbewijs komen voor de recreatievaart. Ik zal niet zeggen dat ik daar nu tegen ben, zeker niet. Maar het is wel zo dat ik er wel iets genuanceerder over denk. Want ik vind het hebben van een vaarbewijs is geen garantie dat het allemaal goed gaat. Op de geen praktijk, hè? Nee, precies. En ik vind het van het allergrootste belang dat de schipper aan boord in de stuurder met de recreant in gesprek kan komen. Dat hij kan zeggen, luister eens, wat ben je daar nou aan het vogelen? Ik moet naar bakboord en jij zit elke keer voor een kop aan je weer. Hè? Op die manier. En ik bedoel, als je dat kunt zeggen, dat is natuurlijk een stuk beter. En ik denk dat daarmee de veiligheid een stuk zou kunnen verbeteren. Maar ja, zo denk ik erover. En nog even terugkomt op dat vaarbewijs. Hè. Natuurlijk, er zijn heel veel recreanten die gewoon een vaarbewijs hebben. Er zijn, ik geloof, 40.000 vaarbewijzen onder de recreatievaart. Dus dat is ook niet voor de poes. En daarvan zou je natuurlijk kunnen zeggen dan, oké, dan is het toch wel een stuk veiliger. Dat is misschien ook zo. Maar toch, ik blijf toch aandringen op dat marifooncertificaat. En want als je een marifooncertificaat hebt, nou ja, dan mag je ook het marifoon dienen. En dan mag je, want op een aantal huurjachten bijvoorbeeld zit gewoon een marifoon. Maar die mag natuurlijk eigenlijk gewoon niet gebruikt worden, want er is geen certificaat. Nou, oké. Wat wilde ik daar nou nog over zeggen? Oh ja, ik heb wel aangenomen om in plaats van het vaarbewijs op een korte cursus. In de zin van, kijk, als ik naar een containerterminal moet, hè, dan moet ik ook 20 minuten lang even een testje invullen en dat soort dingen, voordat ik uiteindelijk, en natuurlijk een helm op, werkschoenen en bla bla bla. En dan mag je die terminal. Maar als je een jacht huurt, ja, dan heb je geluk als ze zeggen van nou, daar zit dit en daar zit dat. Maar meestal is het iedereen de sleutel en netjes erop zijn. En
Over 10 dagen zie ik je weer terug. Ja? Dus als er nou bijvoorbeeld een korte test zou worden afgelegd, hè? Bijvoorbeeld dat iemand meevaart gedurende 1 of 2 uurtjes of zo, zodat je allemaal weet hoe dat een beetje werkt. En Helder. nou, dat links en rechts in de bindvaart niet gebruikelijk is, maar dat we het overgang voor de stuurboord hebben. En dan zal dat wel bekend Binnen de zijn. tonnetjes. Ja, weet je, Ja. dan doe je ook zeg maar aan twee kanten iets. Dan doe je iets aan de communicatie en je doet iets aan de, ja, zeg maar, soort vaarbewijsachtig iets. Je bent duidelijk en ik sta helemaal achter jou. Kijk wat het probleem is met het vaarbewijs, dat er te weinig praktijk is. Hier is heel lang al hier aan boord vaarbewijscursus gegeven. En ook een praktijk dat de jachtenschepen, de recreatievaart, aan boord van een binnenvaartschip was. En een binnenvaartschip aan boord van een recreatievaart. En dat is heel belangrijk. Maar ik vind het nog veel belangrijk, want dat heb je dan, dat heb je een uurtje of twee. Maar veel belangrijk wat je zegt, van je kunt hier, bijvoorbeeld hier in Hullhuizen, kun je een jachtje van 14,95 huren. Dat je zegt, ik heb even een test van 2 uur. Kunnen we daar niet eens Ja. wat meer power in stoppen, Leni? Meer Ja, publiciteit nou, in? dat doen we ook. Hè. Er zijn ook jacht, hoe heet het, weet je die ook weer, waar je de jachtjes kan huren. Er zijn ook van die verenigingen die dat eigenlijk in het noorden van het land, waar het natuurlijk vooral aan de orde is, daar wordt dat soms al gedaan. En nou, daar hebben we het ook over in de stuurgroep van waar nu samen om daar aandacht voor te vragen. En dat gebeurt ook wel. Maar dat is een proces van. Ja, dat is een langdurig proces helaas. En ja, dan bereik je natuurlijk ook nog zeker niet iedereen. Maar wat ik ook nog wilde zeggen van dat vaarbewijs, dat zorgt voor een enorme verhoging van de administratieve lasten. Ja. Ja, die administratieve lasten, daarvan zegt het kabinet, die moeten naar beneden. Dus je snapt wel, dan zeggen er moet een vaarbewijs komen voor de recreatievaart, dat heeft ook weinig kans van slagen. Dus ik probeer in te zetten op makkelijk te bereiken dingen die we goed kunnen realiseren. En als ik Ruben. nou wil even zeggen over de ongevalscijfers, als we kijken naar de ongevalscijfers. In het kader van Faro-Nuissan, dan zie je echt dat het echt nut heeft gehad. Vanaf het moment dat Faro-Nuissan is begonnen, zie je die ongevalcijfers heel langzaam dalen. En natuurlijk zit er wel eens een uitschieter bij, maar ja, we blijven er in ieder Leni. geval voor knokken om meer begrip tussen de beroeps- en de recreatievaart. Ja, dat is verstand. Wij doen erin mee. Ik heb er nog wel eens een keer wat lezingen gegeven. En dat was in Tiel met Rijkswaterstaat. En toen heb ik, maar om het heel kort te maken, toen heb ik de mensen gevraagd eerst die achter in de zaal zaten. Want die ervoor, die weten het wel. En toen zei iemand, ja, maar ik heb een roeibootje. Zeg maar, u maakt gebruik hier van de Waal. Dat is de snelweg. U bent even Ja. belangrijk als een zesbank duurstel. Hey, we gaan afsluiten, Leni. Oké. Ik ben heel blij met je informatie die je gegeven hebt. Ik hoop dat heel veel mensen ook tot zich nemen dat we met elkaar verder gaan. Ik heb nog twee slotmededelingen. Overleden is Gerard Verschuren, voor een van de Bellona V. Dat is in de nacht van zondag op maandag is dat gebeurd. Hij was hier. Koorleider van de Waalkanders. Hij was ook lange tijd koorleider van het kerkkoor. Later is dat overgenomen door Mia Jansen Verberk. Maar en hij heeft heel veel gewerkt hier aan boord en daarom noem ik dat ook, hè. En aanstaande maandag is de uitvaart hier aan boord. Om 11 uur is de mis en dan is het aansluitend met een kleine, met de familiekring wordt Gerard naar het crematorium gebracht. Maar goed, ondanks het feit dat het kaarsje niet brandt. Maar een kaarsje in huis aansteken is geen kunst, blijkbaar toch wel, om het buiten branden te houden. Dank ik heel bijzonder, Leni. Ik wens je alle goeds en we sluiten altijd voluit vooruit in Gods en Don Bosco's naam. Varen met die hap. Prima, Dank je dankjewel. wel. Oké, okay, doei.